Op de laatste dag van speurtocht Het Dappere Dorp ontmoeten de hoofdrolspelers en deelnemers elkaar op het dorpsplein in Zoeterwoude. De mensen hebben 4 opdrachten mogen uitvoeren de afgelopen 4 weken, verspreid over het dorp. Op de plekken waar de geesten die vanaf de Christusinakerk verjagen waren, eigenlijk na de sloop daarvan, een nieuw plekje hadden gevonden. En die zijn tot rust gebracht door die opdrachten op de juiste manier uit te voeren. Organisator Kim legt uit dat het geen toeval is dat het dappere dorp juist nu werd ontwikkeld. Nou, ik denk hier in tijden van corona hebben we allemaal wat minder te doen. We zitten veel thuis, veel op de bank. En we wilden mensen graag stimuleren en uitdagen om naar buiten te gaan. En hun eigen omgeving op een andere manier te gaan ontdekken. En weer een beetje verbinding met elkaar te creëren. Want heel veel mensen kwamen elkaar ook tegen onderweg. En moesten echt met elkaar, dat was de opdracht, met elkaar dit mysterie oplossen. Het plan lijkt geslaagd. Enkele honderden Zoeterwoudenaren speelden mee. Verspreid over de dag kwamen ze aan op het eindpunt van de tocht. Nou ja, wij waren met een groepje. Wij waren met, hoeveel waren we? 5, 6? 5, 6, ja. Dus ging het een keertje niet, dan kon iemand anders het opvangen gelukkig. Maar met elkaar kwamen we super ver. Dus heel leuk inderdaad. Ja. En best wel fanatiek ook toch wel. Elke keer dat we de opdrachten toch wel echt wel wilden uitvoeren, zelfs door de regen. Ja. Natuurlijk was ook paranormaal onderzoeker Koos Basters van de partij. Ik ben heel blij dat ik mee heb mogen werken aan de nieuwe rust in dit dorp. Ja. En ik ben erg gelukkig en blij voor Zoeterwoude. Medium Suzanne Engel plaatste een tentje op het dorpsplein en toonde haar helder voelende gaven. En jullie wonen volgens mij in de Zuidhof, klopt dat? Waar ik woon, waar mijn vader woont, niet waar mijn vader woont. Wel dat mijn vader tennist, dat de vriendin van mijn vader tennist, hoe ik heet. Tot slot werd iedereen gevraagd om een kaart te schrijven aan de Zoeterwoudenaren die over 100 jaar leven. Even kijken, ik zou jou graag willen vertellen dat Instagram nog gratis is. We leven midden in de pandemie en ik ben heel benieuwd wat er in de komende 100 jaar verandert. Doe lief naar elkaar en denk aan anderen, stuur een kaartje of geef iemand een knuffel. Tegen die tijd spoken de schrijvers van de kaarten hoogstwaarschijnlijk zelf rond in het dorp.